technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Ieder jaar krijgen we weer een nieuwe iteratie van hetzelfde product naar ons hoofd geslingerd. En ieder jaar zou deze noodzakelijk zijn. Een nieuwe iPhone, of elke smartphone eigenlijk. Een nieuwe auto met zelfrijdende functies. Een nieuwe tablet, een nieuwe computer, een nieuwe printer en zelfs een nieuw tosti-ijzer met wifi. Al deze innovaties zijn natuurlijk spannend. En het is begrijpelijk dat mensen verstrikt raken in deze jaarlijkse vernieuwingscyclus. Maar ons leven wordt langzaam overgenomen door deze technologieën. En hierin schuilt een groot gevaar. Door de automatisering zullen duizenden mensen hun baan verliezen. Maar nog treuriger, durf ik te stellen, is de opkomst van de IKEA-nisering en de daarbij behorende ondergang van kunst en cultuur. De lopende band en het bouwpakket hebben de ooit ambachtelijke kunsten vervangen door zieloze massaproducten. Menselijke handen komen nauwelijks ergens meer aan te pas. Hierdoor vervalt niet alleen de ambachtelijke kunst, maar de gehele cultuur in een ruïne, waarvan slechts enkele gebouwen daterend uit de Gouden Eeuw nog in het oog springen, of überhaupt nog overeind staan. Jarenlang is in de politiek bespaard op kunst en cultuur, en dat moet nu ophouden. Tegen een vooruitgang van de technologie ben ik zeker niet. Maar stelt u zichzelf de vraag, wat maakt mij menselijk? Is het een vermogen om te communiceren? Nee, walvissen kunnen dit ook, en wel over veel langere afstanden. Is het dan het gebruik van werktuigen? Nee, want apen kunnen dit ook. Wat ons uniek maakt, is het vermogen niet alleen te handelen uit noodzaak, maar uit vermaak. Wat ons uniek maakt, is zelfs het nut geheel links te kunnen laten liggen om de pure expressie van de kunstenaar te kunnen uiten. Wat ons uniek maakt, is onze cultuur. Daarom dit pleidooi. Laten wij in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, niet doorslaan in ons materiële denken. Maar laten wij koesteren wat ons apart stelt van de rest van het dierenrijk. Iets dat misschien nu wel nutteloos lijkt, maar voor het mens zijn van vitaal belang is. De politiek moet hier niet langer blind voor zijn. Maar inzien wat alle kunsten betekenen. Zodat onze nabestaanden, zelfs in hun vliegende auto's, nog steeds weten wat het is om een mens te zijn. Dank jullie wel.